Dankjewel, Herman Finkers. Ja, ik zit hier met twee mannen. Daar staat een dame. Dat is Rebecca Wise. Dat is Bas Troijp. Jij bent violist bij het Nederlands Kamerorkest. Klopt. En hiernaast mij zit Barry Beyer. En jij bent musical-auteur, acteur. Jij was bezig met de Rocky Horror Show, maar die ging natuurlijk niet door. Ja, dat ging niet door. Dat zou in augustus gaan beginnen. En dat is... Ja, dat wordt dan uitgesteld, maar dat is dan wel meteen een heel jaar. Dus niet totdat het weer mag of zo, maar het is gewoon, ja, je bent meteen een heel seizoen je werk kwijt. Ja. Ja. Deze connectie begrijp ik op zich wel. Hè? Cello, speel, is dat cello? Ja, jij viool. Denk ik, oké. Maar hoe kom jij bij dit setje? Hoe kom ik erbij? Ja, Rebecca, die is mijn onderbuurvrouw. Ah. En zij kwam op een gegeven moment naar mij toe. Voor moederdag zei ze, zullen we niet eens samen iets doen in de tuin? En we hebben zo'n binnentuin waar dan iedereen op uitkijkt. Mm-hmm. En toen heeft ze haar beste vriend erbij gevraagd. En toen hebben we met z'n drieën in de binnentuin een liedje gezongen voor iedereen. Nou ja, en de rest is geschiedenis. En de rest is geschiedenis. Nu zijn we een trio. Ja, en hoe lang is die geschiedenis dan? Want dat hebben we over Moederdag dit jaar. Ja, een maand. Een maand? Ja. Het is corona-gerelateerd. Ja. Het is corona-gerelateerd. Ja. Want jullie konden niks voor Moederdag en dus op deze manier. Ja, op deze dag. Ja, dachten we doen toch iets voor de buurt eigenlijk. Ja. Om en beetje... klikt het dan ook zo goed dat je dacht, joh, hier gaan we mee verder. Nou ja, we dachten wel, het was een mooi lied en het werd goed ontvangen. En toen deze actie kwam, dachten we wel gelijk, dat zou mooi zijn om dat hier ook te kunnen uitvoeren in ieder geval. Ja. En het is natuurlijk leuk dat er een verbinding is tussen de klassieke muziek en de musical-wereld. Musical, ja. High culture, low culture. Zeker, ja, want de strijkers worden and in musical minder. And the two will meet. Ja. Ja. Zeker. Precies. En is er al een naam voor jullie trio? Nou, we hebben onze groepsapp heet gekscherend het regenboogtrio. Mm-hmm. Dus daar gaan we maar voor, toch, voorlopig. Lijkt mij prima naam ook prima om aan te kondigen, dames en heren. Hier is dan het regenboogtrio. Nou, daar zijn we. Ja, zeg maar, in hoeverre ondervinden jullie last van deze crisis? Nou, de cultuursector die staat natuurlijk heel erg stil op dit moment. Mm-hmm. En in mijn geval, ik werk vast bij het Nederlands Kamerorkest. Ja. En dat is part-time. En wij hebben de afgelopen maanden echt helemaal niets kunnen doen. Nee. We hebben toevallig gisteren en eergisteren in een hele kleine bezetting onze eerste concerten kunnen spelen voor 30 man publiek. Ja. Dat was heel bijzonder. En hoe die bezetting is echt kleiner dan normaal? Normaal gesproken is die? Normaal gesproken is het tussen de 20 en 50 mensen. En gisteren was het 8 mensen. Zo. Ja. En, maar dan word je ook wel beperkt in je repertoire. Ja, maar gelukkig is er heel veel repertoire hoor. Alleen het is gewoon jammer dat we natuurlijk niet in onze oorspronkelijke formatie kunnen spelen. En daarnaast ben ik ook ZZP'er. En die, ik wilde eigenlijk hier ook wel laten weten dat voor de ZZP'ers is het nog veel lastiger. Want ik ben dan in ieder geval voor de helft in loondienst. En die beroepsgroep die kan op dit moment eigenlijk heel weinig. Die liggen voornamelijk stil. Ja, en die zullen ook niet zo heel makkelijk ergens op dit moment bij betrokken worden. Want het zijn toch vaak eerst, eigen mensen eerst bij de gezelschappen. Ja. En, dus ik sta eigenlijk voor beide groepen hier. Jij staat voor beide groepen hier. Wat goed. Ja. Want jullie gaan zo dadelijk spelen. Het is misschien wel handig om vast eventjes te weten voor hoeveel mensen jullie gaan tekenen. Want hoeveel mensen vertegenwoordig jij? Ik heb vanuit de Rocky Horror Show, dat was een man op 25. Mm-hmm. Ik zat op een cruiseschip op het moment dat de hele coronacrisis uitbrak. Ja. Echt waar? Ja. Heb je heel lang vastgezeten? Nou, we zouden eigenlijk van cruiseschip naar cruiseschip gaan. En dat mocht op een gegeven moment niet meer. Dus ik zat, ja, het is niet heel zielig, maar ik zat vast op een cruiseschip wat tussen Amerika en Hawaii heen en weer ging. Ach, kind. Zijn ergere dingen. Ja. Ja, maar op een gegeven moment, was natuurlijk, het ging zo snel. Ook in Nederland ging het opeens heel snel. Ja. En toen moesten we plotsklaps weg. En hadden we het laatste vliegtuig vanaf Washington terug naar Nederland. En dat was allemaal wel even spannend. Ja. 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 En gewoon alles, ja, alles is daar. Ik ben ook ZZP'er. Alles is gecanceld. Ja. Ja, is alles niks op zijn meer. Gat. Nee. Ja. Dus voor hoeveel mensen teken jij? In totaal 40. Jij 40. En jij? Nou, ik zit, als ik het over het Nederlands Kamerorkest heb. Ja? Wij zitten in een organisatie met het Nederlands Philharmonisch Orkest. En dat zou je kunnen rekenen op, ik denk, rond de 200 mensen in totaal. Rebecca? Zeven. Zeven? Ja? Het is misschien goed om, te zeggen, Rebecca is onderdeel van het Ragazze Quartet. Ja. Vier strijkers. Die doen op dit moment volgens mij ook niet heel veel. En die hebben ook een paar mensen die eromheen werken. En dat zijn er zeven. Ook allemaal ZZP. Ja. Dan kom ik op 240 en 7. Zit ik op 247?
En niet op 252, wat ik zo even hoorde ergens. Het zijn maar, een paar afgevallen. Ik weet een paar die, afgevallen? Ja. We gaan dus voor 247, dat gaan jullie zo dadelijk doen. Jullie gaan nu iets spelen, hè? Ja. Ja, ja en wat? Een nummer van Daniel Logisch, Zolang de liefde maar blijft winnen. Mooi. Dat leek ons wel passend. Ja, lijkt me zeker passend. Nou, neem je die plek in daar. Dan gaan we genieten van het spiksplinternieuwe regenboogtrio. Zolang de oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen, komen bloemen uit de knop. En als kippen blijven leggen, komen kuikens uit de dop. Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden, en er werk komt uit de handen, zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer, en dan de herfst. Zolang de winter maar blijft dromen, van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor zilveren licht en eb en vloed. En als liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed. Nou, met jullie komt het wel goed hoor. Ja, ja prachtig, het regenboogtrio. Waar gaan jullie naartoe? Tekenen? Ja. Is dit jullie eerste handtekening als het regenboogtrio? Ja. Wat gaaf, hé. Ja, hebben we toch alweer een primeur. En wat mooi hoe jullie elkaar gevonden hebben. 247, hè? Die gaan er mee op de teller. Dankjewel. Dankjewel. Nee, heeft getekend, dan is dat goed zo. Dankjewel voor jullie komst, hè. En zet hem op.